Goedendag, mijn naam is Joost van der Made. In dit instructiefilmpje laat ik zien hoe je een wallboard voor Contact Center Express 8 zelf kan maken. Hoe ziet een wallboard er dan uit? Dat is dus in dit geval een dynamische webpagina, ASP-pagina, die om de zoveel seconden verandert met een aantal verschillende statistieken. Dit is gewoon een voorbeeld. Je zou zelf een ASP-pagina kunnen maken met alle gegevens die je zelf wilt hebben. Nou, wat hebben we nodig? We hebben zo een webserver nodig, Contact Center Express uiteraard. Een ODBC-koppeling met de Informix database. De oude Contact Center Express die hadden een SQL database achterliggen. Contact Center Express die heeft een Informix database. Als eerste wat we gaan doen is naar de support community. Supportforums.cisco.com en dan gaan we op zoek naar UCCX Information for Wallboard, dat we deze thread krijgen te zien. Hier zien we een file wallboard.zip, die bestaat weer uit twee files en die hebben we nodig voor deze wallboard. Deze zip bestaat dus uit een ASP pagina en een configuratiepagina. We hebben dus ook een ODBC-koppeling voor Informix nodig. Nou, standaard zit die niet in de Windows server. Nou, in deze thread naar beneden zien we een link waar we dus, als we daarop klikken, komen we hier terecht. Waar we weer een andere link hebben voor de IBM-site. Dan komen we hier terecht en dan zie je de Informix Client Software Development Kit. En die heb je nodig. We zoeken even de juiste Windows server en dan kan je hem gaan downloaden. Waarom deze omslachtige methode? Omdat het onder de IBM-site heel moeilijk zoeken is naar deze client. Je moet er één hebben die een released product is en niet een trial. Dus zodra we dus dit hebben gedownload, gaan we deze file installeren onder de webserver. Wat moeten we gaan configureren? We moeten gaan de Contact Center Express moeten gaan configureren. We gaan naar Tools, Real-Time Snapshot. En hier zie je het al ingevuld. We moeten de writing enablen, zodat gegevens naar de database worden geschreven. De interval van hoe snel moet je refreshen. Nou, het lijkt me verstandig als je die refresh rate ongeveer hetzelfde zet als de refresh rate van je webpagina. In dit geval gewoon even 10 seconden. We willen een queue summary en een system summary willen we hebben. En bij de servername vullen we een IP-adres van de webserver in. Dus ondanks dat er servername staat, vullen we hier een IP-adres in. Dan gaan we naar de password management. En dan gaan we bij de wallboard user gaan we een wachtwoord invullen en die moeten we onthouden. Maar ook voor de historical reporting user gaan we een wachtwoord invullen en onthouden. Hier kom ik later nog even op terug. En dit is het enige wat je dus aan de Contact Center Express kant moet configureren. We gaan nu even naar de server. Even inloggen. We hebben hier een IIS draaien. Gewoon default website. En hier zie je de twee files in die directory. Wat van belang is, default staat de ASP pagina op prohibited en die moet dus gewoon op allowed staan, dus dat moet je even wel configureren. Zodra je dit al hebt, kan je al naar wallboard.asp gaan, maar dan krijg je wat foutmeldingen, want hij moet nog verder geconfigureerd worden. We moeten ook nog een systemDSN aanmaken. Nou, hier is je al even aangemaakt, dus we gaan even bekijken wat erin staat. We geven hem een naam, die moeten we even onthouden, want die moeten we ook in de wallboard.asp pagina zetten en dan gewoon een description. Dan is de connection van belang. De servername, die bestaat uit de servername, in dit geval is dat gewoon UCCX. En daarna komt er mandatory een underscore UCCX. Dus dit moet er gewoon altijd achter. Dus als de Contact Center Express servername server 1 is, dan moet hier server 1 underscore UCCX staan. Bij hostname zetten we weer het IP-adres van de Contact Center Express. De servers is 1504. Het protocol is de also TCP.
Je ziet dat er heel veel protocollen zijn, maar deze heb je nodig. Options laten leeg. De database name db_ca. De user ID UCCX Wolbord. En het wachtwoord is hetgeen wat we dus bij de Contact Center Express hebben geconfigureerd. Als we een apply en test connection doen, moet dat in orde zijn. Je hebt kans dat hij zegt van, hey, er is een fout met de database locale. Je staat hier, deze twee moeten hetzelfde zijn. Je hebt kans dat dat verschillend is, maak ze hetzelfde en dan werkt het. Tevens moet je even kijken of de fetch buffer size op 32767 staat. Als het goed is het een default waarde, anders moet je even hiernaar veranderen. Dus dan hebben we hier een ODBC koppeling gemaakt op onze webserver. Nou, wat is er nog meer nodig? De Wolbord ASP pagina. Dat is deze. Die moeten we even gaan aanpassen. We gaan even op zoek naar DSN. Hier komt hij al voor. DSN is in dit voorbeeld lab_ccx. En hier vul je dus de DSN naam aan die we net hebben gemaakt. In ons geval is het Wolbord. In de wolbord.asp staat deze configuratie 3 keer. Dus je moet hem op 3 verschillende plaatsen moet hem even aanpassen. Voor de rest van deze demonstratie hoef je niks aan te passen. Maar je kan naar eigen genoegen je eigen layout gaan maken. Dan hebben we nog een parameters punt CFG. Hier moeten we ook een aantal dingen gaan veranderen. Bij de server URL gaan we zetten plaats waar onze wolbord.asp staat. Nou, hier staat gewoon localhost, maar je kan dus gewoon een andere naam opgeven met een eventueel directory. In ons geval is dat niet belangrijk. De DB source is het IP-adres van je Contact Center Express. DB server is weer je Contact Center Express servernaam met daarachter _UCCX. Database DB _CRA. User ID is niet UCCX Wolbord, maar UCCX HR User. Dit heeft te maken met rechten. Ik heb dit zelf niet verder uitgetest, maar dit werkt. En hier moet je dus het wachtwoord invullen van de HR User. Hier kunnen we eventueel de paginatitel nog veranderen en een logo erin zetten. En dan kunnen we het al werk maken. Je ziet voor de rest heel veel andere dingen die je allemaal gaan configureren. Kijken naar, maar het belangrijkste is gewoon dat in de ASP-pagina kan je zien dat er dus een koppeling wordt gemaakt met de DSN. En vandaar kan je allerlei gegevens eruit halen. Dus dat is eigenlijk in het kort de configuratie. En dan hebben we hier een wolbord. En je zal ook zien van als ik mijn agent naar een ready status zet. Nou, we moeten even wachten, want deze pagina's refreshen om de zoveel seconden. Kijk, we zien nou hier dat ik ready ben. Nou, de time-in status, die klopt niet echt. Maar dat zijn even dingetjes, moet je even zelf bekijken. Dus in dit instructiefilmpje heb ik laten zien hoe je een wolbord voor Contact Center Express 8 kan maken. Je gaat naar de support community, daar kan je een file downloaden. Die is gemaakt door iemand anders, wordt niet door Cisco gesupport, maar dat is gewoon even aan te geven van oké, met deze ASP-pagina kan ik dus queries uitvoeren en zo gegevens die ik wil hebben op mijn wolbord tevoorschijn te halen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.